Poeltje bevrijdt, hè. In de goaliekje, voor de Rapoelis, met deze vlagschot van Tiani. Had hij zich daar verspeculeerd, had hij een flank erwartet, den op jeden Fall moet hij halten. Allerdings, nicht nur seine Schuld, auch die Vorderleute haben den Torschützen ziehen lassen. Tiani, 25. Spielminute, 1:0 für Lens. Stefan Tiani, auch er ist in Lens groß geworden, ist dann allerdings weg.